De aankomende regeercoalitie, bestaande uit de VHP, ABOP, NPS en PL, heeft vandaag haar hearings voortgezet in het Hotel Marriott. De vorige week hebben de partijen het maatschappelijk middenveld gehoord en vandaag was het de beurt aan alle politieke partijen die aan de verkiezingen hebben meegedaan. Alphen Roosveld, woordvoerder van de nieuwe coalitie, zegt dat de hearings positief zijn verlopen. En het is toch wel hartverwarmend om te zien hoeveel inzichten er komen. En het zou tekort doen aan de Surinaamse samenleving om de gedachtegang, de standpunten van de overige politieke partijen waarop sommige mensen ook hun stem hebben opgebracht, om die standpunten niet mee te nemen. Dus we vinden het goed tot nu toe. Want dat hebben we gemerkt, want we hebben gesproken met vooral partijen die geen zetels hebben behaald, maar toch ook gehoord worden door de coalitie. Yes, het is een coalitie die een coalitie is van het heel Surinaams grondgebied, van totaal Suriname. En dat moet terug te zien zijn in het regeerbeleid. Op dit moment wordt het regeerakkoord samengesteld. En daarbij wordt niet alleen maar geluisterd naar wat wij zelf als partijen ervan vinden, maar vooral de input van buiten, zodat je toch wel een two-way communication hebt. En dat we, wanneer er beleid gemaakt wordt, dat het makkelijker is omdat het beleid dichterbij van jou zit, omdat jij daar een steentje aan hebt bijgedragen. Roosveld zegt dat de NDP ook was uitgenodigd, maar vanwege een miscommunicatie niet aanwezig was. Adwindig heeft wel gevolg gegeven aan de uitnodiging. Voorzitter Steven Rijmer geeft aan dat de regeringsprogramma's van de vier coalitiepartijen als leidraad hebben gegolden om bij de hearings aanwezig te zijn. In de programma's is onder meer aangegeven dat ze het samen willen doen. En we zijn met een goed gevoel gekomen. We waren heel erg blij dat toen we hier kwamen, dat wij tot nu toe gemerkt werden dat de politieke wil aanwezig is. Dat Surinamers dingen eindelijk samen kunnen doen. Dus ik denk dat dat een goed fundament is. Wij hebben gezegd wat wij wilden zeggen. U weet onder andere dat wij graag een technisch kabinet willen zien. Maar wij begrijpen ook dat een coalitie, regering gevormd is. En die aangeeft dat ze met alle Surinamers willen werken, dat het toch ook een beetje in die technische richting kan gaan. Dus vandaar dat wij ook hebben gezegd dat wij willing zijn om te helpen, waar geholpen moet worden. Wat het belangrijk is, ook om het erbij te vermelden, is dat we hebben gezegd dat het niet hierbij blijft. Want we hebben natuurlijk aangegeven van luister, we zijn van mening dat als je kijkt naar de oude politiek, over 4 jaar, 5 jaar hoor je weer iets van ze. En dat hoort niet zo te zijn. Wij hebben ook gezegd wij willen ondersteunen. Want we zijn van mening dat we niet 5 jaar kunnen wachten om zaken fout te laten gaan. Wij hebben vanaf dag 1 gezegd, we strijden niet tegen personen of partijen. Wij strijden tegen het fundamenteel onrecht. En alles en iedereen dat ook daartegen strijdt, ondersteunen wij. En wanneer wij zien dat die nieuwe regering zegt, we willen met iedereen praten. En ik kan u meegeven dat meneer Santokki heeft aangegeven van, hey, we hebben gezien dat er toch veel mensen hebben gestemd op A20. En wij willen ook een vertegenwoordiging zijn. Maar die mensen die hebben gestemd op A20. En daarom willen wij ook A20 horen en alle andere van belang zijnde organisaties. En ik moet zeggen dat dat bijzonder positief is. Dus wij hebben gezegd, waar ze het goed doen, gaan we ze een pluimpje geven. Dus ook begin nu al het geven van het pluimpje. Mijn complimenten daarvoor. Want dit is een van de manieren van transparantie waarbij je in dialoog treedt en van gedachten gaat wisselen over hoe wij verder gaan. Serena Esset en daarvoor Fadeel Illes en Steven Rijmen. Allen bestuursleden van A20. Zij zijn vandaag gehoord door de aankomende regeercoalitie. We hebben ook met vertegenwoordigers van andere politieke partijen gesproken.